Zonnedorp op zijn kop verschijnt vandaag. En kijk, ik heb hem vast. Het is het allereerste album van de Miekes. Annemieke en Rozemieke, de tweeling uit de Jommekesstrip. En tweelingen die hebben iets intrigerend, en zeker identieke tweelingen. Hoezeer zijn zij hetzelfde, vragen wij ons af. Denken zij hetzelfde? Willen ze hetzelfde? Zijn ze het liefst altijd bij elkaar? Wel, bij ons Anne en Hilde van der Meren. Identieke tweelingzussen, en dat al 47 jaar. Sorry dat ik het gezegd heb. Ik ben ook 47, bijna. Hebben jullie de Jommekes ook vroeger gelezen, de Jommekesstrips? En waren jullie zich ook aan het identificeren met Annemieke en Rozemieke, Anne? En ze kijken naar elkaar en ze zeggen, wie gaat er nu antwoorden? Ja. Wij hebben inderdaad als kind heel veel strips gelezen, waaronder ook Jommeke. Annemieke en Rozemieke waren heel herkenbaar. Voor ons, laat ons zeggen, tot de leeftijd van 12 jaar. Ja, hoe kwam dat, Hilde? Wij waren tot de leeftijd van 12 jaar gelijk gekleed. Dus echt elke dag gingen wij gelijk gekleed naar school. Of als wij een sportkamp volgden enzovoort. Het was eigenlijk ook tijdens onze kindertijd dat, vooral toen, dat mensen ons heel moeilijk uit elkaar konden houden. Dus voor het gemak werden jullie overal met twee aangekondigd dan. En gevraagd bijvoorbeeld. Zeker. Verjaardagsfeestjes. Ja. Wij waren de tweeling, dus we hebben een hele leuke kindertijd gehad op school, maar elk verjaardagsfeestje was eigenlijk de tweeling wordt gevraagd, en, of Anne en Hilde in één woord dan. Ja. Maar wij hebben dat eigenlijk toen nooit in vraag gesteld, dat was zo, en wij hadden daar ook geen bezwaren tegen. En jullie zaten samen in de klas ook? Samen in de klas, samen dezelfde hobby's, zwemclub, hero... Muziekschool, balletschool, knal hetzelfde eigenlijk. Ja. Ja, jullie zagen er misschien hetzelfde uit. Jullie deden alles samen. Maar ja, je bent niet hetzelfde. Hilde, vind je dat dan niet heel vervelend? Tijdens onze kindertijd viel dat eigenlijk goed mee. Maar dan vanaf 12 jaar, en dat is sowieso een normale fase in de ontwikkeling, dat je afvraagt wie ben ik, wie wil ik zijn en wie ben ik niet. En voor tweelingen is dat nog extra moeilijk, want je komt vanuit het tweeling zijn, de tweeling, maar je wilt ook iemand anders zijn. Je deelt nog veel dingen samen, maar wie wil ik zelf zijn zonder mijn zus? Ja. En we hebben toen in het middelbaar echt gevraagd van kijk, naar het eerste jaar middelbaar, twee parallelklassen, om eigenlijk onze eigen vrienden te kunnen vinden. Wie is jouw vriendin? Wie is mijn vriendin? Moeten dat dezelfde zijn? Enzovoort. Ja, en waren dat dezelfde? Nee, dat is... Dat waren totaal uiteenlopende vriendenklikjes. Jij zat in de Latijnse A, ik in de Latijnse B of omgekeerd. En wij hadden elk onze eigen vrienden en vriendinnen. En dat groeide geleidelijk aan uit tot een eigen ontwikkeling. Er zaten er eigenlijk ook een groot deel gemeenschappelijke nog bij en daarnaast nog eigen. Ja. Dus dat was zo een gezonde mengeling. Ja, een gezonde mengeling. Nodig. Ja. En nu hebben jullie allebei een andere kleur van haar. Dus Hilde is blond en Anne is bruin. Dat is ook bewust of is dat gewoon toeval? Dat is eigenlijk ook wat we graag zien, zeker. Ja, ik ben ook nog een tijdje blond geweest. En nu, bij mij is dat nu vooral voor het gemak dat ik niet meer kleur. Moet eerlijk zijn, als de grijsjes beginnen door te komen, loop ik ook weer zo. Sowieso is dat een keuze. Je hebt nooit het telefoon gepakt van ben jij nu blond? Ik ga blond zijn. Ga jij nu naar de kapper? Ja. Of word jij nu zwanger ook? Allee, zo bedoel, er zijn er die afspreken soms. Ja, dat hoor je soms. Van ons is dat echt van los van elkaar. Ja. En dan heel raar, soms op dezelfde dag gebeuren er ook wel eens dingen. Ja. Dat je zegt van ik heb nu ook iets nieuws gekocht en ik ook. Maar dan zonder af te spreken. Dus maar gelijk van dat zwanger zijn, onze oudste kinderen, die schelen maar 3 maanden. Hé. Ja, die schelen zonder Hebben samen eigenlijk onbewust. Maar hoe onbewust is dat dan? Dat is natuurlijk de vraag. Wel ja, maar er wordt wel gezegd dat tweelingen een unieke band hebben. Hè. Voelen jullie dat ook aan? Ik voel dat wel. Ik ook. Kijk, dat is tijdens onze geplechte comedie. Dat is ook zo. Ik denk zo altijd van, je kunt nooit in je leven zo lang iemand kennen als je tweeling helft. En voor mij begint dat ook al eigenlijk in de baarmoeder. Al die maanden die daar samen zit. Uiteindelijk, je raakt elkaar ook aan. Je hoort dezelfde dingen. Dan kom je op de wereld als baby al. Zit er iemand naast jou die huilt? 12 jaar lang hetzelfde leven geleid. Ja. Dat schept toch een basis. Dat schept een unieke band. Vergeet, Wat ook hebben jullie dan bijvoorbeeld ook nooit ruzie gemaakt? Of? Oh. Ja, ik wou dat juist zeggen wat niet wil zeggen. En ik denk dat misschien veel tweelingouders nu dat gelukkig gaan zijn, dat wij ook serieus veel ruzie gemaakt hebben, vooral tijdens onze kindertijd. Ja. En het leuke is, je kent elkaar door en door. Dus je kent ook elkaar zwakste plekken om ruzie te maken. En dat was vooral verbaal bij ons. Ja.
En je wist, als ik dat zeg, dan zit hij... Of als ik dat liedje zing, raakt ze geïrriteerd. Ja. Hè? Boom. Dus zing je dat dan 10 keer zo naar elkaar? Ja, ja, ja. Toch een klein beetje afzetten. Toch? Zo goed kent, weet je de goede en de minder goede kant. Ja. Ja. Op de achtergrond zien we een foto van jullie plechtige comini. Ik ben zo blij dat jullie een andere haarkleur hebben tegenwoordig. Dat is echt Annemieke en Rozemieke. Zeker. Ja, wel, echt waar, 2 druppels water. Kort, ja. Ja. Strikje tekort. Onwaarschijnlijk. En er wordt wel eens gezegd dat tweelingen een soort van zesde zintuig hebben. Hebben jullie dat ook bijvoorbeeld, zo die telepathie, dat jullie elkaars gedachten kunnen lezen? Met telepathie heb ik nog niet echt ervaring, maar een aanvoelen, dat noem ik wel zo. En wanneer merk je dat? Als je minder goed voelt, als er iets is wat je niet zegt, dan zie ik dat aan haar. Van, ik heb iets verkeerd gezegd of aan de reactie. Dus een soort mekaar door en door kennen, noem ik dat meer. Ja. Ja. Ja, ik zou het ook geen telepathie noemen, dat is een brugje te ver. Ja. Maar het is wel een intuïtief aanvoelen als wij bijvoorbeeld in dezelfde kamer staan. En ik zie dat er iets... Ik zie haar, ik lees haar lichaamstaal zonder dat ze iets hoeft te zeggen. Van, er is iets met jou of jij voelt je gelukkig of niet gelukkig. Je voelt dat ook omdat je zorg bent om die persoon, dus dan is dat inderdaad wel zo. Ja. En voel je dat ook van op afstand? Bijvoorbeeld pijn, Anne, als jij pijn hebt, dat Hilde dat dan voelt? Nee, dat hebben wij nog nooit meegemaakt. Wat we wel al vaak meegemaakt hebben, is dat we willen bellen naar elkaar. En dat jij zegt, maar allee, ik sta hier met de telefoon in mijn handen. Op de minuut, dat is inderdaad, op de minuut, ja. Dat is toch straf? Ja, wij noemen dat toeval. Ja, en dat is heel raar. Dat is echt op de minuut. Dat is raar, ja. En dat is niet ene keer, maar een paar keer. Ja. Natuurlijk kun je zeggen, al de keer dat het niet zo was, dat onthoud je niet. Maar, ja. Dat is toch vaak gebeurd. Ja. Kijk, ik sta juist met de telefoon. Ik ging juist contacteren. Ja. Ik heb een beetje te doen met jullie moeder en jullie vader, want... Ik zie zo jeugdfoto's van jullie. Jullie houden zelfs op dezelfde manier die papfles vast. Hoe raakte die wijs uit jullie? Die dus, hebben dat altijd gezien vanaf baby's. Want nu valt het mee. Hè? Nu hebben jullie allemaal een eigen persoonlijkheid en een eigen uiterlijk gevonden en zo. Maar toen, dat is gewoon een kopie. Het is vooral voor ons confronterend als wij die foto's zien van vroeger. Je ziet daar inderdaad je zus en jezelf. En je weet niet wie dat je bent. Dat is heel confronterend. Van wie ben ik daar nu? Maar onze moeder schreef daar de initialen op aan de achterkant. Dus de foto die nu misschien zichtbaar is. Ja. Ik ben degene met het voetje naar voren. Ja. Maar moest je mij vragen... Wie ben jij zonder dat ik die initialen zie? Ik zou het zelf moeilijk vinden. Dat weten wij gewoon omdat onze moeder A en H aan Hilde daarop... Ja. Schreef. Ja. Tijdens de plaat vertelde jij ook een ontzettend leuke anekdote dat je ooit naar de spiegel hebt gezwaaid, omdat je dacht dat jouw zus dat was. Ja, ik was 11 jaar oud, dus de leeftijd van Rozemieke en Annemieke. En wij waren toen nog gelijk gekleed. En het was op de handelsbeurs in Kortrijk. En ik zocht mijn zus, ik was ze kwijt. En ik dacht, wil iemand zoeken met dezelfde kleren? En we droegen die dus nog. En ik zag iemand met dezelfde kleren en ik zwaaide. En ze zwaaide terug. En een tijdje zag ik pas dat ik in een spiegel aan het zwaaien was. En ik was zo gegeneerd. Hopelijk heeft niemand dat gezien. En opnieuw zo van, allee, iemand lijkt zo op mij dat ik die verwar met de spiegelbeeld. En dan dacht ik, ik heb dat ook wel verteld aan haar. Maar dus, ik heb dat nog, dat is zoveel jaar geleden... Maar dat blijft gewoon bij. Dat is ongelooflijk. Ja. Nu zou dat niet meer zo zijn. Nu, ongeveer 25% van de tweelingen wordt geboren als een gespiegelde eeneigige tweeling. Dus fysieke kenmerken, hè, zoals moedervlekjes, die verschijnen op exact de tegenovergestelde plek. En bijvoorbeeld als de een linkshandig is, is de ander rechtshandig. Hebben jullie ook zo fysieke kenmerken? Ik kan niet onmiddellijk aan iets denken. Ik weet dat dat bestaat, maar ik denk dat wij bij die 75-100% horen. Ja. Het is nog niet echt iets wat fysieke spiegeling of zo... Nee. Een andere vraag die jullie waarschijnlijk ook niet onbekend in de oren zal klinken. Hebben jullie ooit eens doorgegeven als jouw zus? Hè? Dus dat je ergens de andere identiteit had? Ja, die vraag komt inderdaad veel. Met vriendjes hebben we dat nooit gedaan. Dat vond ik een beetje te ver. We hebben dat ooit wel gedaan in het middelbaar. Ik geloof in het laatste jaar. Zesde jaar. Het is nu of nooit. Omdat iedereen ook zei, je moet dat ooit een keer gedaan hebben. Tuurlijk. Dus meer onder druk van de rest. Je moet ooit een keer van klas verwisseld hebben. Maar wij leken toen al niet meer zo goed op elkaar. Je zesde middelbaar, 17, 18 jaar. Ja. We hebben dus toen in de winter... Als een bril. Beetje, ja, we hadden een andere bril. De bril verwisseld. ons goed in de sjaal een beetje ingeduffeld. Ja. Herinner je nog? Ja. De klas op de hoogte gebracht. Want die klasgenoten kenden ons wel uit elkaar in het zesde middelbaar. Ja. Eigenlijk ook de meeste ook in het lager school. Ja. Dus we zeiden, we gaan klas veranderen. Ja. En we deden dat dan. Ja. En
Bij mij, dat was een les Engels, ja. Bij haar dus. Ik was ontdekt, die leraar had dat direct gezien. Had dat door. En hij zei dus in het Engels, zei hij, ik zie dat wij een gast in de klas hebben. En toen heeft hij heel moeilijk overhoring gegeven. Oh. En ik zat met de brokken. Ik had slecht voor punt. Haar. Nee. Maar we zijn blij dat we het gedaan hebben. Ja. Ja. God zeg, het is echt heel plezant zijn... om jullie bezig te horen. Hoor. Jullie hebben toch wel een soort magie en chemie. Eenheid. Ja. Ja. Kijk, omdat jullie de moeite hebben gedaan om ons hier te komen verblijden bij Radio 2, is het eerste, allereerste exemplaar van de Miekjes. Ah. Voor jullie. We hebben er twee, uiteraard. Je moet het niet delen. Dank u. Alsjeblieft. Voilà. En ga ook eens naar de website van Radio 2, want wij kregen eigenlijk het idee om een tijd geleden te vragen van, kijk, heb jij foto's van jezelf als identieke tweeling of van andere broers, zussen en zo? Wij hebben meer dan 600 foto's toegestuurd. Leuk, ik wist niet dat er zoveel waren. Het is heerlijk om ze allemaal te zien en ze staan op onze website radio2.be. En dan nog iets anders, want op demiekes.be zal je zien dat Annemieke en Rozemieke nog op zoek zijn naar tweelingen voor een echte Miekes Night op de boekenbeurs. Dus wie weet is dat iets voor jullie, hè? De echte Annemieke en Rozemieke. Dankjewel, Anne en Hilde. Het gaat jullie goed. Graag gedaan. De Madame. Radio 2.